Vandaag in achter gesloten deuren. Het geheim van Hans. Een ernstig verkeersongeluk heeft verstrekkende gevolgen. Ik heb me tot vandaag eigenlijk nooit echt beseft wat ik eigenlijk heb aangericht. En Hans en zijn beste vriend raken daardoor verstrikt in een web van leugens. Arnold die smeekte me nog wel om te blijven staan, maar ik ben doorgereden. En nu is Arnold ineens ook medeplichtig. Ja, dat is gewoon een kutsituatie dit. Weet je, ik voel me ook onwijs schuldig. Dit kan niet zo langer. De vrouw van Hans vertrouwt het niet en stelt hem een ultimatum. Je krijgt 1 kans om me de waarheid te vertellen, Hans. Maar waarom neemt Hans geen verantwoordelijkheid voor zijn daden? Jij wilt mij voor jouw shit laten opdraaien. Vaarlijk klontzak! We zijn in Purmerend, waar we kennis maken met loodgieter Hans, die vandaag zijn vrouw Patricia en hun pasgeboren zoontje Jari uit het ziekenhuis ophaalt. Ja, het was wel een hele heftige bevalling deze keer. Dus ik ben blij dat het uiteindelijk goed is gegaan allemaal. Weer een zoontje erbij. Ja, nummer 3. Eerst Frank en Ronald natuurlijk en nu kleine Jari. Voorzichtig. Ja. Ja, ik ben heel blij, maar het was ook wel echt pittig. Het was heel zwaar. Nu was het echt een hele zware bevalling. Ik heb tijdens de zwangerschap ook bekkeninstabiliteit gekregen. Dus ik kon de laatste 2 maanden alleen maar plat liggen. Dus voor mij geen vierde meer. Nee, ik ben er wel even klaar mee. Nou, nu ga ik lekker naar huis. Dan gaan we genieten. Patricia is weer een beetje hersteld van de zware bevalling en mag vandaag naar huis. Zij en Hans worden vandaag thuis opgewacht door hun goede vrienden Arnold en Ankie, die in de tussentijd op hun kinderen hebben gepast. Oh, wat leuk! Oh. Oh. Hi! Gefeliciteerd! Ja. Dankjewel! Wie is dat? Leuk dat jullie er zijn! Hallo! Ja, gaat wel. Ja, het is een toast met een beschuitje, maar... Op de kleine, Jari. Ja. Dat hij maar net zo goed mag worden als zijn naamgenoot, hè? Hey. Hey. Nou, leuk jongens. Ja, waar ken ik Arnold van? Ik ken hem van vroeger, van het voetballen. Ging altijd naar Ajax, bij de harde kern. Beetje onrust, trappen, wel eens moeten rennen voor de politie. Ja, tegenwoordig zie ik hem, omdat we een beetje in dezelfde business zitten, zie ik hem bijna dagelijks. Ja, echt een goede vriend van me. Ja, mijn beste maat eigenlijk. Ja. Hans en ik doen hetzelfde werk. We zijn allebei zelfstandig ondernemer. We hebben allebei een mooi loodgietersbedrijf. Wel allebei onafhankelijk. Ja, maar op grote klussen neem ik hem mee. Ja, en dan dat zijn extra handjes, dat is handig. En zeker als dan ook nog eens een keer vriend is, dat werkt gewoon heel makkelijk. En ja... Zeker als je dan terugkijkt naar de tijd van toen, bij Ajax. Toen nam hij mij mee, introduceerde mij bij de harde kern. Ja, we gaan gewoon ver terug, dat is leuk. En een groot contrast met hoe het er nu uitziet. Allebei paps. Dus ja, dat is heel, heel apart. 2 kinderen en nu die volwassenheid, die verantwoordelijkheid. Ja, dat is te gek. Oh, wat lief van jou. Is alles goed gegaan? Ja, hè? Ja, het was wel echt een zware bevalling. Nou, ik ken Patrice en Hans nu zo 7 jaar. 7 jaar geleden heb ik ze leren kennen toen ik iets met Arnold kreeg, mijn man. En ja, het klikte eigenlijk meteen heel goed vanaf het begin. En eigenlijk zijn we sinds die tijd hele goede vriendinnen. Ze heeft nu natuurlijk al een hele rottijd gehad met die bekkeninstabiliteit. Dus dan hebben ze 2 maanden plat gelegen. En dan denk je ook van ja... Het gaat nog wel even duren, weet je wel, voordat ze natuurlijk weer op de been is. Voor Patricia is het fijn om weer thuis te zijn, nu ze het ergste achter de rug heeft. Maar haar fysieke problemen vallen in het niet bij wat haar en haar gezin nog te wachten staat. En dat heeft alles te maken met het geheim van Hans en Arnold. Je weet wat we afgesproken hebben, hè? Ja. 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 Als die kleiner is, zou je het doen. Ja. Maar moet je daar nu over beginnen? Vandaag? wil er vandaag even niet over nadenken, oké? Een maand geleden zijn wij wezen stappen. Met z'n tweeën, Arnold en ik. Patricia lag toen nog in het ziekenhuis. En na het stappen zijn wij met z'n tweeën teruggereden. Ik zat achter het stuur, Arnold zat naast me. En ja, het was mistig, het was donker, we waren moe. En we hebben toen een aanrijding gehad met een voetganger. Ja, en ik wist gewoon meteen al dat dat is helemaal fout. En ja, ben ik in paniek doorgereden. En ja, we hebben eigenlijk vanaf dat moment afgesproken dat zodra Patricia weer thuis zou zijn met de kleine, dat ik mezelf zou aangeven bij de politie. En dat, ja, dat is vandaag dan. We gaan het zo doen. Morgen gaan we dat regelen, oké? Ik voelde eigenlijk meteen aan de klap dat die zo heftig was. Dat overleef je niet, dat kan niet. Maar ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Ik ben gewoon, we zijn doorgereden en totale paniek. Ja, blind. Komen jullie binnen, jongens? We willen een paar fotootjes gaan maken. Het ongeluk blijft bij Hans door zijn hoofd spoken. En vooral het feit dat hij is doorgereden knaagt aan zijn geweten. Arnold die smeekte me nog wel om te blijven staan. En te kijken wat er aan de hand was. Maar ik ben doorgereden. De volgende dag heb ik op internet gelezen dat het om een vrouw ging en dat ze op slag dood was. En ik ben gewoon in paniek doorgereden. Ik dacht aan alcohol, dood door schuld, te hard rijden. Daar vlieg je normaal gesproken jaren voor de bak in. En dat kon ik Patrice en de kinderen niet aandoen. De volgende dag rijdt Hans naar Arnold. Ze hebben afgesproken om vandaag naar de politie te gaan en zich aan te geven. Wat Arnold betreft is dat hoog tijd. Ja, dat is gewoon een kutsituatie dit. Weet je, ik voel me ook onwijs schuldig. Dat hadden we nooit moeten doen. En onze zatte kop in die auto stappen. Ja, gewoon een taxi moeten nemen. Ja, Hans wilde toch rijden. Ja, dan op het moment van een ongeluk dan ja, doorrijden Hans, maar ja, dan ga je mee. Het is je maat, dus ja. En dan hou je je bek voor hem dicht, maar dit kan niet zo langer. Klaar voor? Gaat hem niet worden vandaag, gast. Wat bedoel je? Ik heb er even over nagedacht. Ik heb echt nog 2 maanden nodig. Ik bedoel, Patricia is nog helemaal niet goed. En dat is pas over 2 maanden kan ze weer lopen. En dat is gewoon niet handig. Vriend. Nee, ik kan het echt niet doen. Dat is niet wat we afgesproken hebben. Wat maakt het nou uit of ik nu of over 2 maanden me aangeef? Die vrouw is al lang dood. En bovendien, ik heb het hartstikke druk, oké? Ik beloof jou, over 2 maanden gaan wij samen naar de politie, oké? Spreek je later. Arnold vond dit niet zo leuk, wat ik hem gemeld had. En dat begrijp ik ook heel goed. Ik weet wat ik van hem vraag en dat het heel moeilijk voor hem is. Maar ja, ik heb die 2 maanden echt nodig om de boel weer op de rit te krijgen. En dat Patrice weer op de been is. Dus ik hoop dat hij me wil matsen. Ik snap dat hij nodig is thuis bij Patrice, met de zwangerschap. Maar dit houdt niet nog 2 maanden langer vol. Ik kan er nergens heen. Ik loop thuis met mijn kop tegen de muur. En dat dan nog 2 maanden, ja, dat houdt niet vol. Een paar uur later zien Hans en Arnold elkaar weer. Arnold heeft Hans namelijk met opzet naar een specifiek adres laten komen. Hey man. Hey. Hey, waarom wilde je hier afspreken? Laat je zien, kom. Kijk. Wat de fuck is dit? Dit is de cafetaria, wat die vrouw met de mannen. Wat ben je nou aan het doen, man? Hans herkent meteen de vrouw die door hun toedoen is verongelukt. En Arnold stelt voor om haar man op te zoeken. Ik wil dat je die vent ontmoet. Wat? Nee! Je moet hem toch... Ik ga daar echt niet naar binnen, vertellen. Hij heeft het recht om te weten wat er is gebeurd. Ik geef toe dat het dat ik Hans er een klein beetje heb ingeluisterd op deze manier. Maar ja, hij heeft gewoon een wake-up call nodig. Hij blijkt niet te beseffen wat hij heeft aangericht. Of hij wil het gewoon niet beseffen. En ik denk dat dit de manier is om hem in beweging te krijgen. Want anders lukt het niet. Ja, ik ga daar toch niet naar binnen, man? Idioot. Ja, hij gaat wel naar binnen toe. Nee? Jawel. Nee? Nou, ik ga nu weg. Hé, hey, anders ga ik zelf naar binnen. En dan vertel ik die man alles wat er gebeurd is. En dan ga ik daarna naar de politie. Jouw keus. Ja, ik vind het echt een klote streek wat Arnold mij heeft geflikt. Want ja, ik had hem het liefst gewoon een klap voor zijn hartjes willen verkopen en weg willen lopen. Maar ja, gaat hij een beetje het braafste jongetje van de klas uitlopen hangen, weet je wel? Ik bedoel, je had hem vroeger eens moeten zien. Hallo. Goedemiddag. Waar kijk je mee op? Doe maar een colaatje. Hetzelfde. Het is het uur van de waarheid. Er is voor Hans nu geen weg meer terug. Heren. Hoi, jongens. Ja, dank je. Kom voorbij zitten. Hoi, jongen. Hoi. Wie is dat? Oh, dat is Janny. Dat is mijn vrouw. Ze is afgelopen maand hier verderop in de straat is ze aangereden. Doodgereden. Ik kan iets bevoorstellen, die persoon is gewoon doorgereden. We hadden 30 jaar samen. We hadden 30 jaar zijn zaak. We hadden geen kinderen. We hebben eigenlijk onze hele ziel en zaligheid in de zaak gestopt. En we wilden leuke dingen gaan doen en de zaak verkopen. En het is ja, heel triest dat je dan je vrouw komt overlijden. Wat is er gebeurd? Ja. We moeten er weer vandoor, man. Hey, sterkte. Ja? Dankjewel, man. Dankjewel. Ja, dat was wel echt heel zwaar. Ik heb me tot vandaag eigenlijk nooit echt beseft wat ik eigenlijk heb aangericht. En ja, nu ik die man zo zie, hoe die er doorheen zit, ja, het is wel moeilijk. Ja, ik besef dat dit best heftig is om Hans hiermee naartoe te nemen. Maar hij kan niet weg blijven lopen voor zijn verantwoordelijkheden. Ja, er moet gewoon actie ondernomen worden. Wat wil je nou mee bereiken, man? Wat wil ik hiermee bereiken? Ja. Dat we naar de politie gaan. Ik heb je toch al gezegd, ik ga naar de politie, maar ik heb gewoon even wat meer tijd nodig, oké? Je hebt nu al genoeg tijd gehad, man. Er is nog iets wat ik je moet vertellen. Toen de tijd van het ongeluk, toen had ik ook geen rijbewijs. Wat bedoel je geen rijbewijs? Ja, weet ik, iets met roekeloos rijden en nu mag ik 2 jaar niet rijden. Het is gekomen door stapels bekeuringen, roekeloos rijden, dat soort dingen. Ik heb het eigenlijk nooit aan iemand verteld. Zelfs niet aan Patrice. Want ja, als die zou weten wat er aan de hand is, dan zou ze me nooit meer naar een auto laten stappen. En ik heb echt mijn auto nodig voor mijn werk. Want ja, anders kan ik er net zo goed mee ophouden natuurlijk. Ik heb gewoon even tijd nodig om dingen te regelen voor Patrice en de kinderen. Jongen, echt waar, flikker op. Snap dat dan? Niks met mij te maken hebben met dit gezeik. Echt een sukkel. Jezus. Het is echt ongelooflijk, dit verhaal. Weet je, met een borrel op en zonder rijbewijs achter het stuur. Weet je, ja, vroeger deden we gekke dingen, maar dit slaat werkelijk alles. Weet je, en ik zie hem vaak rijden met zijn bus. Weet je, en niks zeggen. Ik dacht wel dat beste vrienden elkaar wat alles vertelden, weet je wel. Maar blijkbaar niet. Ja, ik vind het echt krankzinnig. Ja, ik weet natuurlijk zelf ook wel dat dit totaal onverantwoord is wat ik doe. Maar ja, dit was gewoon absoluut niet de bedoeling. Hè? Dat er een slachtoffer zou vallen of... ja, zoiets verwacht je niet dat zoiets gebeurt. Dus ja, daarom ben ik ook zo bang, ook met het geval van dat rijbewijs, dat die straf nu natuurlijk extra zwaar wordt. En ja, ik ben gewoon bang wat er gaat gebeuren als ik dat aan Patrice vertel. En ja, hoe die zich dan moeten redden als ik er dan eventueel niet meer ben. Ja, het is wel lastig. De confrontatie met de weduwnaar van zijn slachtoffer en de ruzie met Arnold zijn bij Hans hard aangekomen. En daardoor merkt Patricia dat Hans iets dwars zit. Hoe is het, schat? Je lijkt een beetje gespannen. Nee, niks. Het is gewoon de zaak. We hebben een beetje weinig klussen deze maand. Dus ik weet niet. Ik begrijp wel dat Hans zich zorgen maakt. Ik bedoel, het is crisis. De klussen liggen niet voor het oprapen. Zeker in de bouw niet. En we hebben het afgelopen jaar gewoon veel minder verdiend dan de jaren daarvoor. En hebben we ook nog een kleintje erbij. Dus ja, ik begrijp het wel. Kom op, je bent de beste loodgieter van Purmerend. Ja. Ja. En de knapste, hè? Ja, ja. Wil je wat drinken? Ja, lekker. Doe maar even iets. Rosé? Mag het weer, hè? Oh, nou ja, waarom niet? Okay. Ja, Patricia is echt mijn rots in de branding. Ja. Ja, als ze hierachter zou komen, dan zou ze woest zijn. En dat vind ik nog wel het allerergste. Dat ik er op dit moment niet voor kan zijn. Want ja, het slokt me op. Ik ben alleen maar hiermee bezig. Een paar dagen later zijn Hans en Arnold aan het werk op dezelfde bouwplaats. Voor Arnold is de maat vol en hij zet daarom Hans voor het blok. Hey, luister. Hey. We gaan vandaag naar de politie. Wat? Ja, we gaan ons aangeven. Hoezo vandaag ineens? Ja, hoezo vandaag ineens? We hebben het toch al uitgebreid over gehad, of niet? We zouden gaan zodra Patrice uit het ziekenhuis kwam. Ja. En we gaan niet nu nog eens een keer 2 maanden rekken. We gaan vanmiddag... Wat is nou 2 maanden op een mensenleven, man? We gaan vanmiddag, ja. En als jij niet meegaat, dan ga ik alleen. Oh, wacht even. Hey. Als jij naar de politie gaat, dan zal ik ze de waarheid vertellen. Wat de waarheid? Dan ga ik vertellen dat jij gereden hebt. Jij wil zeggen dat ik gereden heb. Dat ga je me nu vertellen. Ja, je laat me geen keus, man. Jij wil mij voor jouw shit laten opdraaien. Helemaal goed wijs. Mafkees. Echt. Dat jij dat doet, jongen. Je bent echt een vuile klootzak! Door de druk van Arnold komt Hans klem te zitten. Maar dan heeft Hans een idee. Hey. Oei. Ben je alleen? Is je Ankie er? Nee, die is even weg. Mag ik even binnenkomen? Waar dan? Ben je al naar de politie geweest? Nee, nog niet. Ja, ik heb de oplossing. Luister, ik heb gelezen in de krant... 2 jongens op een scooter, rijden iemand dood. Ja? Ze beschuldigen elkaar. De politie kan niet bepalen wie er heeft gereden. En ze worden allebei vrijgesproken. Dat is wat wij moeten doen. Wij moeten los van elkaar naar het politiebureau gaan. Jij zegt dat ik gereden heb, ik zeg dat jij gereden hebt. Nee. We worden allebei vrijgesproken. Nee. Klaar. Vriend, wat wij moeten doen is... jij zou naar het politiebureau gaan en jij gaat je aangeven. Waarom doe je nou zo moeilijk, man? We hebben elkaar vroeger toch ook altijd geholpen bij dit soort dingen? Hé, dit is geen bushokje wat we vroeger gesloopt hebben. Nee, dat weet ik ook wel, ja. Nee, dus nou ga je gewoon aangeven. Nee. Jongen, dan is het toch voor ons allebei opgelost? Ga maar gewoon lekker weg. Oprukken. Nee. Luister nou gewoon naar... Wegwezen. Ik heb er hier helemaal geen zin in, ik hoef je niet te zien. Klik maar op. Oprotten. Als Hans die avond thuiskomt, besluit hij Patricia eindelijk alles te vertellen. Maar dan wel zijn versie. Hey. Hoe is het? Is er iets? Wat is er aan de hand? Beloof me dat je dit tegen niemand zal vertellen. Oké. Ongeveer een maand geleden hebben Arnold en ik een ongeluk gehad met de bus. Ongeluk? Ja, wij zijn wezen stappen die avond. En na het stappen zijn wij teruggereden. En toen heeft Arnold iemand aangereden. De vrouw waar het om gaat is dood. Toen de politie en zo, wat is er allemaal gebeurd? Nou, Arnold is doorgereden na het ongeluk. We waren gewoon zo in paniek en we wisten niet wat we moesten doen. En toen besloot Arnold om door te rijden. En ik heb nog gezegd van, we moeten kijken wat er aan de hand is. Jezus. Waarom heb je dat niet verteld? Nou, Arnold heeft me gevraagd of ik dit aan iemand wilde vertellen. Maar ik kan het gewoon niet meer binnenhouden. Ik moet... Nee, ik snap het. Ik moest het kwijt. Het is ook gewoon heel heftig voor jou. Ja... Je had het me toch gewoon kunnen vertellen, joh. Nou, ik ben echt in shock. Ik bedoel, ik ken Arnold al zo lang. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij zoiets zou doen. Ik snap nu wel ineens waarom Hans zo afwezig was de laatste maand. Hij zat er gewoon enorm mee. Het is wel lief dat hij zijn beste vriend zo wil beschermen, natuurlijk. Het is niet jouw schuld, hè? Nee, het is niet mijn schuld, maar... Ik zat er wel naast, weet je wel. Ja. Ik snap dat je zo voelt, dat begrijp ik wel. Het komt echt wel goed. Ik maak me ook gewoon zorgen om Arnold, weet je. Ja, natuurlijk, het is je vriend. De hele tijd zeg ik ook tegen Arnold van... Ga je nou aangeven, want die straf wordt alleen maar erger. Nee, dat is ook heel goed van je. Ja, ik kan hem niet dwingen natuurlijk. Hans lijkt tegen beter weten in meer en meer verstrikt te raken in zijn leugens. Ja, fuck it. Zo ga ik het gewoon volhouden. Ik weet dat mijn idee natuurlijk extreem was om elkaar te gaan beschuldigen, maar ik ben niet verantwoordelijk voor wie de wet straft. Dus als Arnold daar niet in meegaat, dan hou ik het erop dat hij gereden heeft en ik daarnaast zat. Klaar, that's it. Ik moet nu aan mijn vrouw en kinderen denken. Dat is het belangrijkste. Door zijn leugens denkt Hans de situatie toch onder controle te hebben. Maar dan ziet hij dat Arnold bij hem thuis is. En dat verandert alles. Dat jij je mond zou houden. Ik kon het niet voor me houden. Ik werd helemaal gek daarvan. Ik moest het gewoon met iemand delen. Dus ik heb Ankie gebeld en zij heeft Arnold gebeld. En hij heeft me verteld wat de waarheid is. Ja, en die is? Dat jij achter het stuur zat. Hij zat achter het stuur, niet ik. Ja, jij gaat het nu omdraaien. Oh, en jij gaat het nu ook weer omdraaien. Leuk? Knap? Goed. Ik wil weten hoe dat zit. Hij liegt. Ik heb het niet gedaan. Heb ik toch ook gedaan? Ik heb toch ook de waarheid verteld? Rustig dan. Arnold! Vertel haar hoe het zit! Doe nou rustig! Blijf hem af! Arnold, we gaan naar huis. Het schiet toch niet op zo? Patricia, ik bel je nog. Kijk hem gaan, hè? Die lapswand. Dag! Hoe zat dat, Hans? Ik wil weten hoe het zit. Zat jij achter het stuur? Nee! Het is toch wel duidelijk, hè, dat hij schuldig is? Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Ik weet het echt niet. Dat weet ik niet. Ik wil weten hoe het zit. Ja, je weet niet hoe het zit. Ik wil je heel graag geloven, maar ik... Ik moet even... Luister, Arnold zegt ook dat jij al een jaar geen rijbewijs meer hebt... omdat het ingetrokken is. Wat? Ja. Weer eens roekeloos rijden. Waarom zou ik gaan rijden met de bus van mijn bedrijf als ik geen rijbewijs heb? Ja, ik weet het niet. Vertel jij het me? Ik bedoel, ik wil Hans heel graag geloven. Ik bedoel, hij heeft nog nooit tegen mij gelogen. En dan het verhaal over dat rijbewijs. Hij rijdt elke dag met zijn bus naar zijn werk. Dus dat klopt dan toch ook niet? Nee, ik weet het gewoon even niet meer. Nadat Arnold woedend is vertrokken, probeert Hans toch weer met hem in contact te komen. Om op hem in te kunnen praten. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat Arnold van plan is. Dus, maar ja, voor mij lijkt het gewoon het beste als we dat hele ongeluk gewoon even laten voor wat het is. Maar ik krijg hem niet te pakken. Hé, lieverd. Wat doe jij aan het bed? Hey, ik kon niet slapen, dus ik heb even in de papieren gekeken. Wat is dit? Weet ik niet. Weet je niet? Hier staat dat je al een jaar geen rijbewijs bent. Hoe zit dat? Nou? Ja, maar het bewijst toch dat ik... Het bewijst helemaal niks. Je zit elke dag achter het stuur. Jij zat achter dat stuur, hè? Mijn beste vriend belazerd. Ik had gewoon nooit gedacht dat ik zo laag kon zinken. Maar ik wilde gewoon niet in de gevangenis komen. Maar ik besef me dat ik nog maar één ding kan doen. En dat is verantwoordelijkheid nemen voor mijn daden. Er zit niks anders op. Nadat hij 's nachts in zijn bus heeft geslapen, gaat Hans naar Arnold om hem te vertellen dat hij een streep onder het verleden wil zetten. Maar zit Arnold nog wel op Hans te wachten? Wat moet je nou, man? Ik moet je even spreken. Nee, wij hoeven niet meer te praten. Jongen, ik ben in gesprek met een advocaat. En... Het is beter dat wij elkaar niet meer spreken. Ik ga het oplossen. Snap ik. Maar wacht nou. Ik ga mezelf aangeven. Vandaag. Ja. Moet ik geloven? Ja. Ik heb gisteren met Patricia gesproken en... ik heb alles opgebiecht. En ze heeft verteld wat voor een enorme klootzak ik ben. En dat ben ik ook. Ik ben ook een klootzak. Echt, hè? Dat besef ik me nu, weet je. Je bent mijn beste maat. En ik had nooit van jou mogen vragen... of je voor me wilde liegen of... Nou, ik had je ook nooit mogen beschuldigen. En dat spijt me. En ik weet dat het veel gevraagd is, maar ik hoop dat je me ooit kunt vergeven. Dan moet je dat maar gewoon laten zien. Ja, ik ga me toch aangeven vandaag? Nee, dat bedoelde ik niet. Als het je echt spijt, dan ga je eerst naar Gerrit en dan ga je die vertellen hoe het zit. Oké, is goed. Ja? Dan ga ik met je mee. Oké. Kom binnen, ik ga mijn jas pakken en dan gaan we. Ja, Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hij heeft me de laatste tijd eigenlijk alleen maar in negatieve zin verrast. Met gekke capriolen. Maar ja, dit had ik niet verwacht. Maar goed, ik ken Hans nu een beetje. Dus eerst zien en dan geloven. Hans staat voor het moeilijkste gesprek van zijn leven. Hij gaat eindelijk opbiechten dat hij verantwoordelijk is voor het fatale verkeersongeluk. Ik ben nog nooit zo bang geweest, man. Die tijd met hem mee was er niks bij. Snap ik, vriend, maar dit is iets dat moet gebeuren. Hé, hey, kom op. Goedemiddag, heren. Hoi. Hey. Weer hier? Hallo. Ik kom eigenlijk voor jou. Voor mij? Ik kom om te vertellen dat ik weet wie de schuldige is. Ik ben degene die in de nacht van 2 op 3 februari dat ongeluk heeft veroorzaakt. Wat zeg je? Ik heb jouw vrouw doodgereden. En ik snap ook dat het niet uitmaakt wat ik zeg, dat het je vrouw nooit zou terugbrengen. En, maar ik wil dat je weet dat het me ontzettend spijt. Vooral ook dat ik het zo lang verzwegen heb. En ik weet dat je me waarschijnlijk haat en ik ga me vandaag aangeven bij de politie. En ik begrijp als je me nooit meer wil zien of spreken, maar mocht je vragen hebben of... Dit is gewoon echt het allermoeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Ja, het is nog niet klaar. Ik moet me straks gaan aangeven bij de politie. Ik ben wel onder de indruk van Hans. Het moet ongelooflijk zwaar zijn om hierheen te komen en te vertellen wat je gedaan hebt. En ja, ook wel voor mezelf wel blij dat het er nu op zit. Want ik voel me toch wel verantwoordelijk voor hoe alles gelopen is. En wat er gebeurd is. En dat schuldgevoel, dat werd mij wel te veel. Ik werd er helemaal gek van. Voordat hij zich gaat aangeven op het politiebureau, zoekt Hans Patricia op. En hij hoopt dat zij hem kan vergeven. Hey, jongens. Wat kom jij doen? Hey. Wat kom jij doen? Ik wil jou niet hier in mijn huis hebben. Zal ik even anders met die kinderen naar boven gaan? Ja, doe dat maar. Kom maar. Ronald, Frank, zullen we naar boven gaan? Heeft die kleine maar... Zit die fles mee of niet? Ja, nee, maar... Zeg het maar. Hey. Gaan jullie even mee naar boven? Ik ga mezelf aangeven bij de politie. Je had gelijk. En ik schaam me. Ik wil wel dat je weet dat... jij en de kinderen... het allerbelangrijkste voor me zijn. Ik ben in elk geval blij dat je inziet wat je hebt gedaan. Ik geloof ook echt wel dat je van mij houdt en van de kinderen. wil gewoon dat het weer wordt zoals het was. Maar ik weet niet of dat nog kan. Ik weet het gewoon niet. De Hans die ik ken, die zou zoiets gewoon nooit doen. Inmiddels zijn we 2 maanden verder. Hans is veroordeeld tot een gevangenisstraf, waarvoor hij zich morgen moet melden. Maar voordat hij van huis vertrekt, bezoekt hij samen met Arnold het graf van de vrouw, wiens dood hij op zijn geweten heeft. Van de rechter heb ik 3 jaar gekregen. Als ik me goed gedraag, dan kan dat teruggebracht worden naar 2 jaar. Dus dan zal ik 2 jaar bezig zijn. Ja, het is natuurlijk peanuts eigenlijk als je kijkt naar wat Gerrit moet doormaken. Die heeft in principe levenslang. Ja, nog steeds heel verdrietig. Ik bedoel, maar ik ben, zoals er nu in staat, heb ik wel in ieder geval meer duidelijkheid gekregen wat er gebeurd is. En ik kan het nu hopelijk een plekje geven en ik moet ermee leren leven. Ja, ik ben blij dat het nu allemaal over is. In die zin dat het hoogste woord eruit is. En dat de straf zijn uitgedeeld. Maar dit blijft natuurlijk wel aan je kleven, dit voorval. De dood van Janny. En de vriendschap tussen Hans en mij is wel een beetje over, moet ik zeggen. Ja, dat is toch heel wat gebeurd. Vanaf vandaag zal Hans 2 jaar in de gevangenis zitten. Hij is dus lang van huis. En dat valt erg zwaar. Op je lijst? Ja, volgens mij gaat alles. Boeken. Ja. Na zijn voorarrest is Hans nog een aantal weken thuis geweest. En we hebben heel goed met elkaar gepraat. Meer dan ooit. En het gaat erg zwaar worden de komende jaren. Maar met hulp van Ankie gaat het zeker wel lukken. Hoe het verder gaat, weet ik niet. Dus, maar ik ga Hans niet laten vallen. Nee. Misschien nog wat stroopwafels mee. Ja, geen maar. Zal ik even de kinderen roepen nog? Nee, laat hem lekker boven spelen. Jullie komen toch opzoeken? Ja. Deze neem ik ook mee. Dan kan ik af en toe nog naar jullie kijken. Ja, wat ik het meest verschrikkelijk vind is dat ik 2 jaar van het leven van mijn kinderen moet missen. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik altijd al heb willen voorkomen hiermee. Maar goed, dat is onvermijdelijk eigenlijk. En ik aanvaard mijn straf. Maar of ik mezelf ooit kan vergeven, dat weet ik niet.